Hallo lieve maagd, welkom bij Mystic Angel Radha Tarot. Ik ben Radha. Dit is jullie maandelijkse reading voor oktober 2021. Kijken wat voor energie de maand jullie brengt. Even liggen. Maart. Oktober 2021. Keltische kruisboodschap. Als deze eerst. Sleer. Ja, ik ben ook even gelijk aan het kijken wat ik nog erbij kan voegen. Nog een kaartje voor de mondkaart. Mondkaart. Nog een kaartje voor de nightkaart. Wauw. Mag er nog een kaartje voor de wereldkaart? Wauw. Krachtige kaart allemaal. voor de aardetekens heb ik alleen maar krachtige kaarten. Wauw. Oké. We gaan beginnen. De mondkaart. Je voelt je even niet fijn in je vel. Je voelt je even niet prettig. In de maand oktober. En het kan ook met de maan te maken hebben. Dat je wat gevoeliger bent. Maar met de hervond betekent heb vertrouwen. Want je krijgt heel veel boodschappen door eigenlijk. Doordat je dus niet lekker bent. Niet lekker in je vel zit. Niet lekker voelt. Pak je gewoon je rust. En dan zal je zien hoeveel inzichten jij wel niet gaat krijgen. En hoeveel downloads er gaan komen. Ja, je zal echt superveel boodschappen gaan krijgen. Wat ik hier zie is met de Knight of Wands kaart. Is dat er ook snel ook actie wordt ondernomen. Actie wordt ondernomen omdat je een high priestess bent. Dus je hebt ook de gave voor mediumschap, voor paragnost, noem het maar op. Witte heks kan ook. Je gaat heel veel wijsheden vergaren. De sleutel zit in je wijsheden. En ik heb ook het gevoel dat de maan jou ook echt superveel boodschappen gaat geven. Heel gaaf dit. Echt mooi. Wat ik hier zie, je wordt begeleid. Omdat jij heel veel dingen hebt meegemaakt. Met de Nine of Wands kaart. Je wordt begeleid omdat je heel veel mee hebt gemaakt. Daar komt dus een einde aan. Want je bent gewoon lekker aan het groeien nu. En daar word je begeleid in je spirituele groei. In het verleden heb je ook heel veel inzichten gehad met de Hermit kaart. Heb je ook heel veel inzichten en boodschappen gehad. En je gaat steeds meer krijgen, meer downloads. Het universum zegt, de world card op de goddelijke timing. Nee. Ja. Op de goddelijke timing krijg je de King of Pentacles. Zal je gaan groeien in je onderneming, in je werk. En jij gaat gewoon in actie. Er zal gewoon heel veel werk voor jou komen.
ook voor je high priestess als werk, zal je heel veel klanten krijgen. Super gaaf. In de nabije toekomst ga je ook echt, heb je de krachtkaart. Je gaat gewoon meer in je kracht komen. Je komt meer in je kracht. Echt gaaf. Lieve licht, maagd, boodschap. Oktober 2021, alsjeblieft. Oké, deze. Princess of Autumn, Tabby Cat. En die zegt: A wonderful opportunity related to your work or education, such as a promotion or scholarship, is coming your way. Er komt een nieuwe mogelijkheid aan voor jou op werkgebied. Het kan ook zijn dat je misschien studeert. Maar er komt een nieuwe mogelijkheid voor jou. Seize the chance to learn something exciting or start a more rewarding and uplifting career. Grijp met beide handen aan om te gaan leren. Ja, om meer wijsheden op te doen. Of grijp die kans om voor hoe zeg je dat? Een succesvol carrière. Voor een succesvol carrière. Gaaf. Lieve licht, boodschap voor maagd, oktober 2021, alsjeblieft. Nog een keer. Nieuwe partner. Je kansen staan goed voor een ontmoeting. Zij is op goddelijke wijze gearrangeerd als katalysator om je gebeden in vervulling te kunnen laten gaan. Besteed zorgvuldig aandacht aan nieuwe mensen die we in je leven laten verschijnen. Je zult ze herkennen door gevoel van vertrouwdheid, gezelligheid en veiligheid. Dus er komt ook een nieuw iemand op jouw pad. Het kan partnerschap zijn in liefde. Maar er kan ook een partnerschap zijn in je werk, dat je samen gaat werken. Dat kan ook. Yes. Even licht. Boodschap. Maagd. Oktober 2021. Je hebt de gaven. Je bent erg intelligent en talentvol. Zeker wel, je hebt die gaven. Ja, zeker wel een gave. Oh God, je gaat echt heel veel succes boeken in je gaven. Met je gaven ga je dingen neerzetten. Je gaat je onderneming aan. Gaat gewoon succesvol worden. Je bent zo intelligent, zo talentvol. Je krijgt zulke heldere boodschappen door. Misschien zie je ook en noem het maar op. Het is gewoon maand oktober gaat jou gewoon die succes helpen gewoon bij die succes, laat ik het zo zeggen. Je gaat meer ook in je kracht staan. Super gaaf dit. Oké, ga kijken welke edelsteen je nodig hebt voor de komende maand. Lieve licht, boodschap, maagd. Oktober 2021. Alsjeblieft. Is heel interessant. Chrysantsteen. De chrysantsteen gaat je helpen de komende maand. Hele mooie steen trouwens. Oké. Ben je bereid om te leiden? Ben je bereid om je lijden te overwinnen? Is het duidelijk genoeg wat de bron van je misery is?
Herken of erken de vele zegeningen in je leven en gebruik ze om over je verdriet heen te komen. Ontdek van binnen geluk en vrede en leef een mooi en verlicht leven. Help anderen ook te bevrijden van lijden. Mocht je ergens aan lijden, mocht je misery hebben, mocht je het even niet weten, natuurlijk kan je me altijd bellen en dat soort dingen. Je mag al een reading vragen. Maar wil je echt aan jezelf werken? Is er altijd dat iets misgaat? Niks lukt? Dan is het heel erg handig om aan jezelf te gaan werken en jezelf te helen van binnenuit. Dan zal je zien wat voor succes jij gaat behalen. Met intuïtieve ontwikkeling. Laat me weten als je dat wil doen. Ik heb echt mensen zien veranderen. En het werkt echt heel erg effectief. Dus mocht je dat willen, laat me weten. Padma Sambhava. 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 Ik maak moeiteloos gebruik van de wijsheid van het universum. Ik heb heel veel geluk op elk gebied in mijn leven, vooral in mijn persoonlijke relaties. Ik ben goddelijk verbonden met alle leven. Ik heb vrede met mezelf en de wereld om me heen. Wauw, super gaaf dit. Dus deze edelsteen, chrysantsteen, kan jou daarbij helpen. Ik hoop dat ik je genoeg inzichten, adviezen en de adviezen heb gegeven en de blokkades op je pad heb weg kunnen halen. Like, abonneer en laat het belletje rinkelen om mijn video's te ontvangen. En als je een videoreading wilt winnen, dan kan dat. En dan mag je kiezen uit liefde, werk, algemeen of spiritueel. En dan moet je het even hieronder vermelden, want dan kan ik je makkelijker bereiken. Ja? Oh, daar gaan mijn kaarten. Oké, geef niet. Wat wil ik nog meer vertellen? Ja, dus laat het hieronder weten als je een videoreading wilt winnen. Ik heb ook met mijn diensten twee nieuwe diensten erbij gedaan. En dat is de donatie. Je kan me doneren, kan je me via WhatsApp kan je me, bereiken. En dan geef ik je tikkie of mijn nummer door. Waar je de donatie in, dat je donatie kan sturen. De donatie is voor de readings die ik op YouTube doe, Facebook, Instagram en TikTok. Voor de boodschappen, readings, noem het maar op, kaartjes en dat soort dingen. Dat is eigenlijk daarvoor. En dat ik wat meer kaarten kan, wat meer kaartendeks kan kopen. Om meer readings te gaan geven, om dit voor te zetten. Nieuwe boodschappen kan geven. Dat zou ik heel graag willen. Dus daarom heb ik de donatie erbij gedaan. Ik heb ook nog voor 10, 20 of voor 50 euro kan je een boodschap, een persoonlijke boodschap krijgen van mij. Dat ook via de WhatsApp. En dat is gewoon echt geschreven. En hoe hoger het bedrag, hoe meer boodschappen je krijgt. Dus mocht je dat allemaal willen, laat het me weten. Donatie is niet verplicht. Je mag de donatie gewoon doen als jij het gevoel hebt dat je het graag wilt doneren. En dat je mij wilt blijven kijken en volgen. En dat ik dit door voort kan zetten. Dan ben ik heel erg gezegend. Want ik ben natuurlijk minder gaan werken. En ik wil mijn praktijk ook verder voort gaan zetten. Dus daarom vraag ik donatie. Het is niet zo van dat ik gewoon gierig ben voor geld of wat dan ook. Nee, absoluut niet. Maar om dingen te kunnen betalen heb ik gewoon geld nodig. Dus dat heeft iedereen toch? Iedereen moet, als iedereen iets wil kopen of iets nodig heeft om te kopen, dan heb je geld nodig. En dat is vanwege, daarom vraag ik dus donatie. En dat is de reden. Schoffer om kaartendeks te kopen, zodat ik wat meer nieuwe boodschappen kan neerzetten voor jullie. Ik kan bijna niet wachten. Want ik zit al een tijdje over na te denken om nieuwe decks te gaan kopen. Alleen, ik moet ook kijken natuurlijk hè, dat ik ook mijn vaste lasten eerst moet betalen. En dan kan ik dat voortzetten.
Dus, en ik wil heel graag ook mijn praktijk neerzetten en mijn eigen ruimte hebben om de dingen te kunnen gaan doen. Ja, dat gezegd te hebben, tot de volgende maand. Doeg!